We gaan verder, uh, Martijn, met het uh, praten over jouw zaak. Ja. We hebben er net, noem je het eventjes, en passant dat je uh, niet alleen in Lunteren... maar ook nog twee andere locaties in Renswoude en in Nijkerk zit. Hoe zit Klopt. dat? Ja, dus eigenlijk is dat uh, noodgedwongen, omdat we... Uh, we zijn de laatste jaren zijn we heel hard gegroeid, gelukkig. We zijn een heel gezond bedrijf. Mm -hmm. En uh, ja, we kunnen in Lunteren, op, op de huidige locatie, kunnen we niet groeien... Qua, qua omvang van, van magazijncapaciteit. We mogen niet bijbouwen. En het is een locatie waar ik ja, niet weg wil. Dit straalt het bedrijf uit. Uh, het zit in het buitengebied. Um, nou, daar zijn allerlei regels voor. Ja, ja helaas uh, wel. En wat ik zei, we zijn een gezond bedrijf, dus we proberen ook echt. Uh, mee te denken. We, we, we hebben waar jongeren lopen, uh, we hebben bijvoorbeeld een AED voor de buurt op gang, omdat we toch in het buitengebied zitten. We hebben gezorgd voor straatverlichting, et cetera. Nou, we zijn ondernemer van het jaar geworden, dus ik had gehoopt dat dat bij de gemeente nog wel ietsjes mee mocht helpen, dat we wat... Uh... Maar nee, de gemeente die, uh, die steekt er letterlijk... Voet, voet bij stuk. Een, stuk, een stokje voor je. En ja? die nodigt jou van harte uit om hier naar het bedrijventerrein te komen bijvoorbeeld. Ja, en dat is iets wat we, wat we niet willen. We, in Lunteren heb je toch ook mooie bedrijventerreinen? Ja, absoluut. Maar dan kom je dus echt op zo'n industrieterrein waar de... En dat is ook helemaal prima voor bepaalde bedrijven. Maar wij willen iets uitstralen. Wij zijn, uh, ja, we zijn apart, we zijn rebels, we zijn... Uh, ja, wij zijn Een beetje de zuidelijke heen. mentaliteit van de Verenigde Staten hoor ik uh, doorklinken. Ja, misschien wel. Ja, ja? ja, ja klopt inderdaad. Maar um, uh, uh, wat is... Uh, Zie je dat dan als je dan aankomt rijden, dat je dan een aparte uitstraling hebt? Of hoe moet ik dat me dan, dan voorstellen? Ja, voor de mensen die het kennen, als je, als je, als je vanaf de kant van de, van de kade, dus de, de weg tussen, tussen Veenendaal en Ede komt, en dan rij je de Goorsteeg op, de brug over de A30 en dan liggen we eigenlijk meteen links. Uh, daar hebben we onze, ja, je ziet ook wel dat het onze uiting meteen is. Uh, het bedrijf, ja. Uh, ja. de naam van het bedrijf, dat zie je dan uh, overal wel uh, duidelijk uh, aanwezig zijn, uh, ja. En daar wil je echt blijven, goed, goed. Want ja. het kijk, bedrijfseconomisch is kan natuurlijk best wel aantrekkelijk zijn om te verhuizen. Klopt. En dan alles naar uh, één locatie, waar je dan ook nog eventueel uitbreidingsmogelijkheden hebt. Ja, klopt inderdaad. En, uh, maar zoals ik zei, van dit is de locatie waar we graag uh, willen blijven zitten. En ja, dit. Misschien dat we in de toekomst, het is natuurlijk een ja, raar jaar geweest uh, vanwege corona, ja. uh, dat we in de toekomst misschien erover gaan nagaan denken om een tweede filiaal uh, ergens te gaan beginnen. Ja. Hoe is het gegaan in de corona periode? Want um, uh, ik heb hier uh, ondernemers gehad waar het heel goed ging, bijvoorbeeld. Uh, een speelgoedwebshop. Uh, ja. Dat is logisch. Iedereen ging puzzelen ja. en zo. Uh, ja. Ik kan me bij jou ook wel iets voorstellen dat mensen nou wat meer deden aan de andere kant. Evenementen en dat soort zaken. Ja. Hoe ging het bij jou? Ja, klopt inderdaad. Um, en het is een, vooral de eerste week is, is heel erg angstig geweest. denk ik voor vele ondernemers en ook voor ons. En we hebben altijd als vuistregel dat in uh, maart moeten wij klaar zijn met de voorraden voor het nieuwe seizoen. Ja. En toen brak dus 2020 maart uh, brak de corona uit, zoals iedereen weet. En dan, uh, ja, dan krap je achter je oren. Heel veel uh, van je financiële middelen zitten in, de, in voorraden. Ja. Uh, omdat je klaar bent voor het seizoen. En dan gebeurt dit. En dan is het echt een paar dagen dat je echt uh, ja, slapeloze nachten ervan hebt. Ja. En toen gebeurde er iets wat, wat eigenlijk niemand verwacht. En ik vind het heel vervelend om te zeggen, omdat ik ook collega-ondernemers ken waar het gewoon minder goed gaat door de coronacrisis. Maar voor ons is corona is, is echt een mega succes tot op de dag van vandaag. Uh, ja, ja, want iedereen die blijft thuis ja. en, en die wil dan natuurlijk de barbecue opwarmen en ja. zo. Dus, ja, zeker. En dat geldt in heel Europa. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Nederland, België, Duitsland uh, is er vooral. Met uh, ja, de, de eerste lockdown in België merkten we dat ook heel erg. Dat er extreem veel naar België verstuurd werd. Jongen, jonge. Ja. Nou, fijn. Uh, Goed om te horen, want uh, ook successen willen we graag horen. Ja.